nieuws van Crop Solutions. Het periodiek journaal met nieuws, oplossingen en innovaties voor de land- en tuinbouw. We gaan het vandaag hebben over veevoer en de melkveehouderij. We zijn hier om te kijken naar de ruwvoerproductie van de toekomst. Ik praat hierover met Raymond Heuvels van Agroniek Rijnvallei. Raymond is ruwvoerspecialist. Raymond. Goedemorgen, Kirsten. Hoi. Jullie praten over akkerbouwmatige teelt van ruwvoer. Maar wat is het dan precies? Dat zal ik je uitleggen, Kirsten. Begin dit jaar is het melkquotum voor onze melkveehouders afgeschaft. Hierdoor kunnen melkveehouders meer melk produceren dan voorheen. Nou, dit betekent dat er per bedrijf gemiddeld meer koeien gehouden gaan worden. En meer koeien betekent ook dat er meer ruwvoer nodig is. Het areaal maïs en gras zal de komende jaren in Nederland niet verder stijgen. De logische conclusie is dat er per hectare meer ruwvoer geproduceerd zal moeten worden. Dit is ook mogelijk en dat hebben proeven binnen Agroniek Rijnvallei ook aangetoond. Dankzij een akkerbouwmatige aanpak van de teelt van ruwvoer bieden wij onze melkveehouders een reeks van teeltmaatregelen die de opbrengst 10 tot 20% kunnen verhogen. En hoe werkt dat dan precies? In proeven is aangetoond dat een juiste bemesting al heel veel te halen is. In zowel grasland als snijmais is er met een juiste aanvulling op de mestgift flink hogere droge stofopbrengst gemeten. De rol van zwavel en kalium en de sporenelementen borium en zink spelen een belangrijke rol. In onze grasmaster en maismaster meststoffen zijn de juiste voedingsstoffen in de juiste verhouding samengesteld. Ook zaken als conservering van ruwvoer, ziekte- en onkruidbestrijding, zaai- en oogsttechnieken dragen bij aan een structureel hogere opbrengst. Hiervoor is een goede planning vooraf noodzakelijk. Ik spreek hier ook met Dirk Muilenburg, productmanager zijzaden bij Crop Solutions. Dirk, hoi. Hoi, goeiedag. Zijn de teeltmaatregelen zoals Raymond net besproken heeft toereikend of speelt er nog meer? Naast teeltmaatregelen zijn er nog een aantal andere zaken waar we naar kijken bij akkerbouwmatige ruwvoertelen. We kunnen beschikken over de beste rassen die in de West-Europese markt beschikbaar zijn. We zien dat de potentiële opbrengst van de nieuwe rassen dat die elk jaar nog verbetert door het kweekwerk. En alleen de beste rassen die wij in de mengsels willen hebben, die verkopen we onder de naam Crop Seeds. Ja, Dirk, we staan nu op een demoveld. Wat zie ik hier nu eigenlijk? Ja, we staan hier op een demoveld van onze grasmengsels. Hier ligt de genetica van de toekomst. Naast opbrengst is smakelijkheid en ziekteresistentie een heel belangrijk item. Met name in gras is dat roest en de roestresistentie. Roestresistentie lager dan een 8 accepteren wij niet in onze mengsels. En dat heeft te maken met een stukje opname van het ruwvoer uiteindelijk door de koe. En daaraan vastgekoppeld een stuk melkproductie, een stuk opbrengst voor de boer. Dat zien we ook in onze maïsrassen overigens. Daarin is ook kwaliteit en uiteindelijk de selectie van rassen zeer belangrijk. De juiste keuze van rassen, zowel in gras als in maïs, afgestemd op de verschillende behoeften die er op het veehouderijbedrijf zijn, dat is de basis voor ons akkerbouwmatig ruwvoertelen. Ja, Dirk, helemaal duidelijk, maar kun je me nog vertellen over de producten zelf? Ja, je ziet hier een kleine samenstelling van ons mengselpakket. We hebben eigenlijk gekeken naar de individuele behoeften op het veehouderijbedrijf. En voor die specifieke behoeftes hebben we een aantal mengsels samengesteld. Je ziet bijvoorbeeld een smakelijk, een doorzaai, een opname en een maaimengsel. Zodat elke individuele boer het meest geschikte mengsel voor zijn toepassing kan uitzaaien. Dankjewel Dirk. Tot ziens. Tot ziens. Ja, en uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om wat de koe binnenkrijgt en hoe dit bevalt. En daarom praat ik vandaag met Gerard Huithorst van melk- en fokveebedrijf Haafs. Ik loop in de melkstal en ik zie Gerard erop bij staan wachten. Hoi! Ik ben Gerard Huithorst. Gerard, aangenaam. Je hebt een prachtig bedrijf. Wat doen jullie hier precies? Nou, we hebben hier een gezinsbedrijf. Samen met mevrouw Geertje runnen we hier een melkveebedrijf. Met ongeveer 120 koeien op dit moment. We zijn een familiebedrijf. We willen wel graag iets groeien. We hebben net een nieuwe stal gebouwd. Je kunt het wel zien. We staan hier in een nieuwe melkstal. Dus we moeten wel wat koeien meer hebben. Dat betekent ook dat we iets meer voer nodig hebben. Dus ja, en dan komt Crop Solution en eigenlijk Rijnvallei weer in beeld. Ja, want hoe werkt dat in de praktijk? Nou, we zijn dus gewend als melkveehouders dat we dus meedoen aan melkcontrole.
Dus dat elke maand precies onze rantsoen berekend wordt, wat de koeien moeten eten, hoe goed dat de kuilen zijn. Maar je moet al een stap vooraf. We willen proberen om toch meer opbrengst te halen van dezelfde grond. Zonder dat de grond toch goed, zodat de grond ook goed vruchtbaar blijft en alles. Nou, we streven eigenlijk naar 20 ton droogstof mais en 15 ton droogstof gras. Dat is een hele opgave. We hebben best wel veel stappen gezet, maar dat kan altijd nog veel beter. En dan is het de taak voor Crop Solution en Agro Nijverleid dat ze met nieuwe mengsels komen. Die goed passen op onze grondsoort. Maar wij moeten ook, ik ben meer een koeienman, dus ik wil graag ook heel goede begeleiding hebben van onze teelt. Dat we zo optimaal mogelijk rendement halen uit ons bedrijf. En die samenwerking? Ja, die gaat heel goed. Die gaat heel goed. Ze kennen ons, ze weten wat we willen. Dus we hebben al een hele lange vertrouwensband met elkaar. Dus dat is of via de website, via de mail. Of anders komen ze op bezoek en lopen door de gewassen, bekijken we de gewassen. En dan krijgen we adequaat advies, wat we dus nodig hebben. Gerard, heel erg bedankt. Succes verder. Oké, okay, bedankt. Doei. Ook in de melkveehouderij is Crop Solutions iedere dag bezig om het rendement voor de veehouder te verhogen. Er wordt volop geïnvesteerd in kennis en producten die de teelt rendabeler en duurzamer moet maken. Wilt u ook weten wat Crop Solutions voor u kan betekenen? Neem dan contact op met uw teeltadviseur van Crop Solutions of bezoek de website voor meer informatie. www.cropsolutions.eu. Doei! Lekker!